De centrumstad in onze regio, waar de burgemeester gewoon is blijven zitten, is Tiene. Katrien Partika wint in oktober overtuigend de verkiezingen en mag verder werken aan een nieuwe wind door de suikerstad, zoals ze het zelf zo graag noemt. Tijd voor een update. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond, mevrouw Partika. Welkom in onze studio. U heeft er een paar woelige weken op zitten, hè, want de toekomst van de suikerfabriek, toch heel belangrijk voor Tiene, hing schijnbaar aan een zijden draadje de afgelopen tijd. Ja, dat was spannend natuurlijk toen dat aangekondigd werd. Aan de andere kant hadden we er wel alle vertrouwen in, hè. Ik denk Tiene en een regio is eigenlijk de beste bietengrond bijna van Europa. Daarnaast is er heel veel geïnvesteerd. Er is een heel sterk vooruitstrevende directie. Dus eigenlijk hadden we er wel vertrouwen in. Maar toch een beetje gevreesd ook. Ja, absoluut. Hè. Dat is heel belangrijk voor onze regio. Er werken niet alleen 270 mensen in de fabriek, maar dat betekent toch wel een tewerkstelling van meer dan 2000 mensen in de hele regio. Heel belangrijk voor de landbouw, de bietenplanters, maar ook allerlei toeleveringsbedrijven, onderhoud. Helemaal belangrijk voor onze regio. Ja, belangrijk voor inderdaad meer dan de suikerfabriek alleen. En dan 2 dagen geleden kwam het verlossende nieuws. Zoetsuiker heeft een herstructureringsplan aangekondigd om het hoofd te bieden aan de crisis in de Europese suikermarkt. Dat betekent concreet dat zij 700 ton suikerproductie gaan verminderen. Maar die vermindering die gebeurt voornamelijk door sluitingen in Frankrijk, in Duitsland en in Polen. Dus niet in België. Ja, de toekomst is dus voorlopig gered van de suikerfabriek. Ja, de productiviteit in Tiene is heel hoog. Hè. Dat betekent dat er heel goed gewerkt wordt, in die mate zelfs, dat men nu op zoek gaat naar extra mensen. Dus men zoekt versterking in de raffinaderij van toch een 15-tal mensen voor de operationele en technische diensten. Dus dat is een goed teken. Ja, en kan u als stad meehelpen om ervoor te zorgen dat de toekomst veiliggesteld wordt? Ja, ik denk we hebben een goede relatie met de raffinaderij. We juichen natuurlijk hun vernieuwingen toe. Ze zijn altijd op zoek naar verbetering, meer efficiëntie. Dat is een goede zaak. We werken ook samen in een project Duaal Leren, waar zij ook met veel plezier hun gebouwen openzetten om leerlingen op de werkvloer werkervaring te bezorgen. Dat is echt de nieuwe manier, denk ik, dat is het onderwijs van de toekomst. Daarnaast moeten we ook de ogen niet sluiten voor de nadelen. Hè. Bijvoorbeeld rond de bezinkingsvijvers, maar ook daar worden er extra inspanningen geleverd. Wordt er nu dagelijks, wekelijks gemonitord in de toekomst. Dus men doet daar echt wel zijn best om tot de top te behoren van de suikerindustrie in Europa.